Laat zijn boodschappenbrief niet maken. Zo, daar zijn we dan. Stad Prins, hoofddame met je dag. Uiteraard, we zijn iets aan de late kant. Dat kwam omdat onze reisvereniging speciaal voor u is afgereisd naar Hannover. Daar kom ik straks even op terug. Misschien wel leuk om een klein stukje terug te gaan. 2-3 weken geleden, de dom komt eruit. Ik ben al heel nieuwsgierig, wie zit er dit jaar natuurlijk in? Hoop geruchten. Onder zijn deur zegt het open, ik denk nee, het is geen vrouw. Er ging een hoop geruchten aan, er komt een dame uit. Tweede deurtje open, geen idee. Derde deurtje ging open, toen was het er even stil. En wat doet die? Ik denk, wat doet die nou in die dom? En daarna kwam natuurlijk onze hofdame eruit. En ik denk, wat een prachtig paard. Een man die goed in het gereel te houden, daar moet er wel een top adjudantje bij. En ook onze John, die kwam daaruit. Leugenaar. Dus die krijgt zijn handen wel aardig vol, denk ik, om dat helemaal goed te begeleiden. Helemaal Stevie. Sorry, de hoogheid, daar moet ik er even aan wennen natuurlijk. Hè. De baar weet je altijd wel goed te vinden. Hè. Dus we zijn blij met een sterke adjudant ernaast. Uiteraard zijn we er zeker niet met lege handen gekomen. We doen het iets anders. Ik wil beginnen bij de adjudant. Ook voor de adjudant hebben we een presentje meegenomen die we graag willen overhandigen. We gaan even zoeken waar die... Nee? Ja, hier. Let nou eens op. Ja, bedankt. Hoogheid en hoofddame, dan pakken jullie gezellig tegelijk. Er is best wel een bijzondere band tussen de blaaswinkels en de hoogheid en de hof. Ik moet nog even eraan wennen. Jarenlang al zijn we al bekend met elkaar. Elk jaar trouw mee naar onze Hannover. Daarvoor hebben we speciaal iets gedacht. Steef gaat altijd los, de hoogheid gaat altijd los in Hannover. Dus we willen een klein stukje Hannover ook deze kant op halen. Een van onze grootste bingo-fans in de bus is onze hoogheid. Dus uiteraard hebben we dan een klein presentje meegenomen. Nee? Ik heb ze in mijn zak zitten. Ik heb ze in mijn zak. Het is lekker gerepeteerd al. Met deze overhandig ik vast de eerste ronde voor in de bus. Voor de bingo. Gezegd hebben, de hoogheid is zeker goed de baard daar te vinden. Dus we hebben de baard vanuit Hannover. Hè, onze meneer Heijmans is helemaal naar Hannover geweest. Met gierende mannen deze kant op gekomen. Vandaar dat we iets aan de late kant zijn. Maar dan mag de pret zeker niet drukken. Dus met deze hebben we een duwtje laken vanuit Hannover deze kant op getrommeld. Die kant. Uiteraard, om de hoogheid willen we niet dat hij helemaal onder de meuk komt. Dus we hebben een slabbertje meegenomen. Gisteravond laat heeft onze Andreas in Duitsland nog iets moois in elkaar gedraaid. De Duitse vrienden die kijken live op de televisie, kijken ze mee. En dan gaan we nu even presenteren, uitdelen. Ja. Als je leeft, wil je dat willen weten. Thank you.
inderdaad, hoogheid. Daar heeft hem geslapen, want het is niet te houden natuurlijk. Ik heb het niet nodig. Voordat hij broodje klaar is, zit er dan in de mik. Dus dat gaat... Lekker. Slammetje mag weer af, hè? Slammetje mag. Nou ja, pas allemaal. In één keer overlaten, altijd allemaal.